Pyam Spaai en Angela Schijf hebben vanavond de longen uit hun lijf gezongen in Zeist tijdens het jaarlijkse persevenement The Passion. Het was een avond vol hoogtepunten, een paar uitglijders en opvallende momenten. Welkom bij The Passion 2024. Wat wilt u van mij? Mijn tijd is nog niet gekomen. Als ik kom... de wereld te redden, wat ik doe, en ik doe, om voor de wereld te vechten. Jij bent het goudste zonlicht, een volmaakt helder kristal. Jezus weet dat dit de laatste keer is dat hij met zijn vrienden samen zal zijn. Je bent vrij in alles wat je doet, in alles wat je wil. Jezus uit Nazareth. Als jullie voor mij komen, laat mijn leerlingen dan vrij uitgaan. Jezus is gearresteerd en het ziet er niet best uit voor hem. Wie willen jullie dat ik vrij laat? Het volk wil dat Barabbas vrij wordt gelaten. Een machtig Pasen-evenement, hè? Ja, we hebben een live schakeling met onze verslaggever Tom Goderie. Hij staat in Zeist. Tom, hoe is het daar? Ja, het is heel mooi hier. Je ziet dat ze alles aan het afbreken zijn. Maar net stond het plein nog vol met duizenden mensen voor deze 14e editie van The Passion. In Harlingen vorig jaar was het al een spektakel, maar hier helemaal. Ik stond net tussen het publiek en ik hoorde af en toe wat gesnik. Zeker bij het nummer Sorry, wat opgedragen werd door William Spaai. En dat vond ik mooi om te zien. Het was even spannend, want Anita Witsier zou er eventueel niet bij zijn wegens zijn griepje. Maar ze stond toch te stralen. En wie toch ook wel stond te stralen was Nicole Kremers. Zij speelde Barabbas en dat deed ze hartstikke goed. En ik sprak er net even en ze heeft dubbel feest, want over een uurtje is ze ook nog jarig. En ze zei er het volgende over. Het ging supergoed. Ik heb weer een trend gezet, want ik heb ze op zijn schoenen gespuugd. Zo van, doei. Was heel leuk om te doen. Was echt tof. En de rol is natuurlijk op mijn lijf geschreven, want als ik de kerk in loop, dan vlieg ik denk ik in de brand. Dus weet je. Ik had gelijk zoiets van, ja, waarom niet, weet je, lekker live op tv, leuk, gezellig. We gaan nog even een borreltje doen achteraf en om 12 uur ben ik jarig. Dus dan begint het feest. Ja, Tom, voor nu, dank je wel. Ja, Nicole Kremers die nam dus de rol van Barabbas op zich, een hele bijzondere rol. Dat doen ze altijd, hè? Met iemand die in opspraak is geweest het afgelopen jaar. Dus als de telefoon gaat, goedendag met The Passion, dan moet je je afvragen of het goed gaat met je carrière. Nicole Kremers. Vorig jaar was Louisa Jansen het. Die had toen die uitglijder gemaakt bij Echte Meisjes in de Jungle. Was ze op het vuist gegaan. Ook een jaar Joeri van Gelder, die toen was weggestuurd op de Olympische Spelen. Die stond dat jaar als Barabbas. Vanwege? Wat was dat? Alcoholmisbruik, geloof ik. Dat was toen, dat was toch een nachtwezen stappen. Ja. En dat was toch alcoholgebruik. Dat was allemaal inderdaad niet helemaal lekker. Dave Roelvink is het een jaar geweest. Na die hele juwelenroof en dat bubbelbaddrama wat er daar zich in Noord-Holland heeft afgespeeld. Dus kortom, ze weten ieder jaar wel iemand te pikken uit de bekende Nederlanderpool die in opspraak is. Nou, dit jaar hadden ze natuurlijk alle keus. Maar de keuze is gevallen op Nicole Kremers. Dus, ik vind het toch altijd iets sympathieks hebben als je dan gewoon dat aangaat. Het gewoon doen. Dat lijkt me heel erg eng ook, toch? Ja. Het, hij is natuurlijk ook geen actrice of niet in die zin een mea. Ze komt wel op tv, maar het is geen mediapersoonlijkheid. Nee. Ik vind dat ze er heel rustig staat. Ja. Ja, knap. Ja, goed, heeft natuurlijk wel maandenlang met camera's om zich heen gelopen. Jawel, maar dat is toch wel anders dan dat je echt voor optreedt, hè? Dat is wel even een ander verhaal dan dat je gewoon in je eigen wereldje wordt gevolgd en dat je af en toe een interview doet. Ja. Ik denk dat zij inmiddels wel alle schroom van zich af. Nou ja, dat is wel. maar toch, het zal helpen. Zo is het ook, ja. Ja. Wat vonden jullie ervan? Wat vonden jullie van The Passion dit jaar? Jij, ik weet, Natasja, jij bent wel fan. Ik ben fan. En wij waren natuurlijk al hier, dus ik heb het helaas niet van het begin tot het eind kunnen zien. Maar wat ik wel gezien heb, was Keizer. En ik moet je zeggen dat hij mij wel raakte, omdat ik zag dat hij echt zo persoonlijk geraakt was. Althans, zo leek het. Je kan natuurlijk gewoon acteren. Ja. Maar het leek echt alsof hij
Ja, alsof je ergens aan dacht of ergens... Ja, ik vond echt heel knap. Dat vond je knap. Een hoogtepunt? Ja. Er waren wel ook wat mindere momenten. Ja. Ik zat dus in de auto naar de radio te luisteren. Op Radio 2 werd het ook uitgezonden. En toen hoorde ik Angela Schijf zingen. En dat was echt niet heel best. En dat vind ik eigenlijk jammer, want ik vind haar altijd een schat van een vrouw. Geweldige actrice. Hadden we verwacht van Angela Schijf dat zij de sterren van de hemel zou zingen? Nou, we moeten niet vergeten, je staat daar buiten. Je staat in de open lucht. Ze moet hele stukken lopen. Je bent ontzettend met je mise-en-scène, zoals dat heet, bezig. Dus je bent met van alles nog wat bezig. Cameravoering. Ja, techniek in je oortjes. De techniek in je oortjes. Dus daar kan het ook aan gelegen hebben. Want er waren ook stukken wel goed. Ook nummers die ze later nog zong. Maar op internet is de kritiek niet van de lucht. Nou moet ik je zeggen, Twitter vind ik niet altijd een graadmeter. Nee, want dat is altijd wel een soort riool van meningen. Maar we waren niet onder de indruk. Dat is eerlijk, toch? Nee, de meningen. Sommige mensen schreeuwden om Mia en Dion, zeg maar. Zo van, dat geeft een beetje aan. Maar goed, dat is dan het negatiefste. Henk Westbroek was wel heel blij, hè? Ja. Dat zag jij nog ergens. Ja, die was blij. Die was vereerd dat er eindelijk een liedje van hem gebruikt werd. Zelfs je naam is mooi. Dus dat was wel een keer. Nou, dat is leuk voor Henk. Anita Witsier, die was er gewoon bij en dat ging goed. Ja, die was gisteren niet helemaal lekker. Het was een beetje onduidelijk wat er nou aan de hand was. Maar we zien haar hier gewoon als een bikkel heeft ze het toch gedaan. Of ze weer helemaal beter was, dat weten we niet. Maar... En William Spy, die vond ik ook wel echt goed. Ja, en ik vond Gaia Eijkman, net bij dat stukje De Samenzang aan de tafel... Ja, zij, ik weet niet, haar stem raakt mij altijd. Ze heeft zo'n mooie stem. Ik hoorde er... Ik moet het vanavond gaan bekijken. Ja, het is sowieso altijd heerlijk om te zien, want het is een spektakel. Het is, qua regie zit het altijd heel goed in elkaar. Prachtige shots... Dus wat dat betreft is het altijd al een genot voor het oog om naar te kijken. Maar hoe lang kan je hier nog mee doorgaan? Dat vraag ik me wel af. Want op een gegeven moment heb ik wel eens... Heb jij al een keer meegedaan, Sandra? Nee. Dan zijn we nog niet klaar. Ben jij ook een keer geweest? Ga ik eens kijken wat ik dit jaar kan gaan doen om voor die rol in aanmerking te komen. Er heeft niet zoveel te doen.